Veel mee of veel tegen? Ja, het viel mee. Ja? Hey, jij was meerkampster. Maar Daphne Schippers was natuurlijk ook ooit meerkampster. Ja, zeker. Maar die heeft zich op een gegeven moment gespecialiseerd in één ding. Ja, op de sprint. Simon gespecialiseerd op de hart. Nee, maar heb je er ook wel zo over nagedacht? Nee, voor mij was het nooit de optie. Nee? Nee, ik was echt een meerkampster. Maar dat was zij ook? 200 was sowieso uitzonderlijk, ook op in de zevenkamp. Ja, ga lekker onderstaan, hè? Ja. Dat gaat vanzelf aan, ja. Heeft een bewegingssensor, zit erin. Oh, koud. Is het koud? Ja, niet meer. Valt wel mee, toch? Ja, het is gewoon warm, toch? Ja, het is eerste, warm, ja. Eerste stukje is zo'n beetje koud. Ja. Waar de salmonella in zit. En je hebt heel lang een blessure gehad? Ja. Wat had je precies? Ik heb een scheurtje in mijn bekken gehad, hier bij mijn heup. En dat was wel echt, daar heb ik 1,5 jaar voor uit geweest. Toen mocht ik niks doen, niet hardlopen, niet fietsen. Ja, dat was wel het moeilijkste, denk ik, voor mij. In ieder geval in mijn topsporttijd. Daarna ben ik nog wel... Een soort hele rare geluidsband. Sorry. Wat zei je? Dat was voor mij wel de moeilijkste periode, denk ik. Ja. De spelen. Op ieder geval, de blessure heeft zo lang geduurd na het spelen, na het succes. Ja, dan is het zo moeilijk om terug te komen. En heb je er nog wel eens last van in het dagelijks leven? Nee, helemaal niet. Je kan wel gewoon prima op een barkruk zitten. Ja, dat gaat goed, ja. Mis je het sporten wel? Ja, ik mis het trainen. Mensen zeggen, ja, ik vond trainen altijd het allerleukste wat er was. Echt? Ja, dus dat mis ik wel. Mij lijkt zo'n vol stadion, dat iedereen... Ja, ik ben natuurlijk heel narcistisch, maar dat lijkt me het leukste, toch? Ja, natuurlijk. Uiteindelijk, als je op groot stadion blijft, dan spelen is het mooiste wat ik heb gedaan. Alleen... Ja, al die mooie trainingen waardoor je elke dag weer beter werd, weet je. Ja. Nu ga ik naar mijn werk en dan heb je 9 minuten niks bijzonders gedaan. Vroeger ging je trainen en dan had je elke dag wel een zware training volbracht. Of was je heel trots op jezelf. Of ja. Dat mis ik wel eens. Maar jij bent grafisch ontwerper. Ja. Je bent een soort kunstenaar, dan creëer je dingen. Maar dan haal je dus veel minder uit dan dat sporten. Nou, het begint nu wel langzaam te komen dat je daar natuurlijk nog meer net zoveel uit kan halen. Maar het zal nooit hetzelfde zijn als sporten. Nee, is dan... Sporten eigenlijk altijd, zal altijd het hoogtepunt van je leven zijn. Het wordt eigenlijk nooit beter. Dat klinkt wel heel depri. Ja, maar dat kan. Waarschijnlijk, ja, heel veel mensen zien dat ook zo. Alleen ik ben wel een type dat... Ik geniet heel erg van het leven van nu. Ja. En ik ben op mijn 27 heel bewust gestopt omdat ik heel graag het andere leven ook wilde. Ja. Ik was heel nieuwsgierig naar het andere leven. Naar waar het was je dan precies nieuwsgierig naar? Ja, gewoon de vrijheid. De sociale leven vooral. En vrienden, familie zien. Weet je, ik was zo... bezig met mijn topsport. Ik leefde in Zweden, ik woonde daar. En ja, ineens ben je er klaar mee en dan gaat de hele wereld voor je open. En ik had geen idee wat ik met mijn tijd moest doen. Ja, het vrijheid is volgens mij ook zoiets dat je denkt altijd dat andere mensen veel meer vrijheid hebben dan jij. Ja. Maar heb je nu echt meer vrijheid? Of had je toen achteraf gezien eigenlijk ook best wel veel vrijheid? Ja, ik had achteraf ook gezien wel veel vrijheid. Dus niet zo... Maar anders, weet je, het was altijd gepland. Ja. Altijd die ene woensdag in de week mocht ik dan iets voor mezelf doen. Geplande vrijheid. Ja, precies. Ja. En nu gaat het meest spontaan. Leuk dat je er was. Ja. En succes met je grafische werk. Dank je wel.